Het Surinaams-Nederlands bedrijf Amazon Resources zal in de periode 22 tot 29 november voor de eerste keer een grote hoeveelheid zoetwater over de Atlantische Oceaan trans transporteren. Deze testvaart zal gedaan worden vanuit Suriname naar Barbados met de zogenaamde Flex Tank. Deze zal gevuld worden met circa 2.000 kubieke meter water uit de Suriname-rivier. Amazon Resources en de Barbados Water Authority zullen bij aankomst van de waterzak kwaliteitstesten van het zoetwater laten uitvoeren. Dit is nodig om vast te stellen of de samenstelling van het water veranderd is. Het water zal niet worden gelost. Voor Amazon Resources is de testvaart een belangrijke mijlpaal. Nadat het bedrijf in 2012 via een presidentieel besluit het recht kreeg om zoetwater. Uit de Surinaamse rivieren te exporteren, is het bedrijf begin dit jaar operationeel geworden met een vertegenwoordiging in Suriname. Ook is de testvaart voorbereid in samenwerking met lokale autoriteiten en de bedrijven Koldepsien, Haukes en Boscales. Deze zullen ondersteunen bij het transport, het vullen en het slepen van de vlekstank. Deze, Deze 60 meter lange waterzak. Zal worden voortgetrokken door een sleepboot. Op het moment dat de noodzakelijke wetgeving er is en Amazon Resources daadwerkelijk water gaat leveren, zal het bedrijf royalties en belasting afdragen aan de regering van Suriname.